Was die Klein weer vervelend? Joost Klein, ja. Wat een eikeltje is dat, joh. Ja, die jongen die denkt dat hij leuk en interessant is, maar hij is helemaal nobody. Nou, we hadden vlak van tevoren over, het is wel echt irritant aan het worden. En het respect wat hij niet heeft voor eigenlijk de mensen die hier ook zitten en fans zijn, de jonge fans, maar ook de mensen die naar hem kijken. Als je mee wil doen met Songfestival, dan moet je ook gewoon normaal de pers te woord staan. Het was eerst een grapje, het wordt nu irritant. Want ik kan ook niet meer hem echt peilen. Als je vraagt hoe gaat het met je, zegt hij, ja, mijn auto is kapot, je moet de ANWB bellen. Ja, ik snap er niet. En het wordt ook een beetje... Hij snapt hem niet. Ik wist dat er een beetje... niet. Wat begrijp je niet? Nou, begrijp je er niet aan dan? Hij belt de ANWB nou, maar die komt uiteindelijk niet. Nee. Maar ik blijf dat gewoon ridicule vinden. Toch wel weer leuk, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij vroeg ook of ik zelf... Joost, wat leuk dat je hier bent. Goeiedag. Als... Wat vond je van de avond? De avond is net begonnen. Is het jammer dat je nog niet mag reageren op alles wat er gebeurd is bij het Songfestival? Van wie mag dat niet? Van mij mag het nou. Wat zou je er graag over willen zeggen? Nou, graag praat ik niet. Schaarste aan woorden creëert meerwaarde. Maar wat is er nou gebeurd? Waar? Bij het Songfestival. Huh? Dat weet ik niet. Er gingen geruchten dat jij iemand geduwd hebt, geslagen hebt. Wat is er nou gebeurd? Een van de eerste woorden in jouw zin... Was dat geruchten? Chefskiss. 5 sterren. Maar waarvoor sturen ze je dan weg, Joost? Ja. En die willen ze dan ook opnieuw naar het Songfestival sturen? Nou, die moet je in een gesticht stoppen. Nee, die moet je niet meer naar het Songfestival sturen. Of hier aan tafel sturen. Of hier aan tafel. Maar is Oeganda een slecht idee? Nee, Oeganda is prima. Wat is dit? Ja, dit is gewoon echt bizar eigenlijk wat hij doet. Er zit gewoon een steekje los. Want hij snapt gewoon niet dat als je zoveel maanden niks hebt gezegd... en je bent voor het eerst op het gala... waar André van Duin notabene geëerd wordt met een oeuvrewoord... en je gaat nog voordat die speech af is weg uit de zaal. Wij mochten ook de zaal niet in, want dan kon hij weer wegsneaken. Dat vind ik gewoon schaamteloos. Ik bedoel, je moet gewoon ook denken van, nou, ben ik daar? Ik ben nederig en ik zal ook mensen te woord staan. Dit was overigens mijn collega Tom Goderie, die wel zei van, waarom mag je niks zeggen? Hij mag gewoon wat zeggen. Dus hij kan gewoon ook praten. Maar weet je, dat soort jongens, die hebben niet door dat als je daar lang mee doorgaat met dit, wordt het vervelend. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor die andere jongen die bij hem in dat team zat, die cabaretier. Appie Moussa? Stefano Keizer. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Ik bedoel, dat is leuk voor een keer. Maar als je iemand dat regelt, dan word je een beetje... De tweede keer was dat niet leuk. Nee, word je een beetje moe van. Ik verbaas me erover dat Avrotros echt serieus met hem weer wil gaan. En dat heb ik gisteravond echt gevoeld. En dan denken ze, het is gerechtigheid voor hem. Maar het is ook namens Nederland. En het is van de gekke dat je daar iemand hebt die uiteindelijk weer iemand misschien een camera uit de handen. Ja, maar er zijn ook nog mensen die hebben mee wijs willen maken dat het een leuk liedje was. Ja, zeker. Ja, maar dat was echt een leuk nummer. Er zijn nog steeds kinderen die dat draaien en ook volwassenen. Weet je, ik heb een beetje gezien bij Noorderslag. Ik zie wie bij jou het programma openen, dus ik begrijp helemaal dat jij dit een leuk nummer vond. Nee, maar ik heb een beetje gezien bij Noorderslag, volgens mij. En het is geen geweldige zanger, maar hij kan wel een feestje bouwen. Ja, hij maakt die zaal wel gek, dat is wel leuk. Maar dat doet die van links naar rechts op een leuke manier. Nee, maar en hij misdraagt zich doorlopend.